De Postbank heeft vanavond groot alarm geslagen na een reeks arrestaties van mensen die valse girobetaalkaarten wilden verzilveren. Met behulp van valse nummers en verzonnen namen. De politie zoekt een internationaal opererende bende die waarschijnlijk duizenden valse betaalkaarten heeft gedrukt. De echte girobetaalkaarten van de Postbank en de valse betaalkaarten verschillen op 4 punten. Rechts onderaan de voorzijde staat het Franse woord écrire. Op de echte betaalkaart geschreven zoals dat hoort met een accent aigu, een schuin streepje op de eerste E. Op de valse betaalkaart ontbreekt dit schuine streepje op het Franse woord écrire. Echte girobetaalkaarten hebben bovenaan de voorkant een blauwe tekst. Die letters zijn voelbaar. Op de valse betaalkaarten is die gedrukte tekst niet voelbaar. Op de echte girobetaalkaarten is het watermerk in het papier gedrukt en is grijs van kleur. Op de valse betaalkaarten zit het watermerk niet in het papier, maar is er aan één zijde opgedrukt. Bovendien is de kleur groen. Echte en valse betaalkaarten bij elkaar. Als er met ultraviolet licht op wordt geschenen, gaat de valse betaalkaart fel oplichten. De echte kaart doet dat niet. Wanneer zijn de valse betaalkaarten nu ontdekt? De laatste dagen bereikten ons berichten uit het buitenland dat mensen probeerden valse betaalkaarten aan te bieden aan postkantoren. In Italië probeerde men iemand te arresteren, maar die is weggelopen. In Frankrijk, Spanje zijn daarvoor mensen gearresteerd. Daarnaast ontdekten wij de laatste dagen dat in Amsterdam, Zandpoort, Zandvoort en Schagen valse betaalkaarten waren aangeboden bij winkeliers. En gisteren zijn 3 dames gearresteerd in Scheveningen die probeerden valse betaalkaarten te verzilveren. Hebt u enig idee hoeveel valse girobetaalkaarten nu in omloop zijn? Dat is moeilijk te zeggen, het is ook moeilijk in te schatten. Maar van de postale recherche bereiken ons berichten dat men het vermoeden heeft dat er partijen van enige duizenden hier en daar zitten. Ondernemers die valse girobetaalkaarten hebben geaccepteerd, kunnen zij rekenen op een vergoeding van de Postbank? In principe financiert de Postbank niet de misdaad. De Postbank garandeert betaalkaarten en als iemand iets nadrukt is dat geen betaalkaart. De Postbank kan dan ook niet de valse betaalkaarten verzilveren.